Welkom bij een nieuwe aflevering van God Dichtbij. Zoals u ziet ben ik vandaag op een begraafplaats. En ja, laten we eerlijk zijn, dat is ook niet iets waar ik heel vaak ben. Maar ik probeer wel zo af en toe probeer ik hier toch te zijn. Om degene die, bijvoorbeeld mijn moeder is nog niet zo lang geleden overleden, toch even bij het graf te kijken en even stil te worden. En soms ook een draadje te laten. En u weet het, er zijn hele verschillende meningen over. Je hebt mensen die zeggen, ik vind hier echt iets. Ik vind hier kracht, ik vind hier troost. Ik vind het fijn om hier te zijn. Om het graf even bij te werken, een bloemetje neer te zetten. En je hebt ook mensen die zeggen, nee, ik ga er nog verdrietiger weg als dat ik er gekomen ben. Niets voor mij. Dat kun je heel verschillend instaan. Feit is wel natuurlijk dat, zoals iemand dat heel grappig een keer zei, de hectiek van het leven is hier gereduceerd tot het nulpunt. Het is hier absoluut, vind je hier rust. En hoe belangrijk is die rust niet tegenwoordig? Hoe belangrijk is het niet om stil te worden, zodat we echt Gods stem kunnen verstaan? Want in de stilte kan soms God hele mooie, bijzondere dingen aan je delen. En die stilte, ja, die is gewoon heel belangrijk. Niet alleen de plek van stilte, maar ook stil worden van binnen. Al die indrukken, al die prikkelingen, alles wat je meemaakt, alles wat je moet, even stilleggen, even rust. En even gewoon je tot God keren in de stilte. En ik bedacht me ook, deze plek is natuurlijk een plek waar heel veel tranen vloeien. En dat mag duidelijk zijn. De aarde is hier doordrenkt met tranen, zou je kunnen zeggen. En wat doen we met die tranen? Wat doen we met tranen waarvan we het idee hebben dat niemand ze serieus genomen heeft? Bijvoorbeeld als je pijn geleden heeft of iets meegemaakt hebt en mensen zeggen, ja, je moet door hoor, naar regen komt zonneschijn. En dat je soms wel het idee hebt van, die tranen van mij, zijn die nou eigenlijk verspilde tranen geweest? God zegt daar iets heel moois over in Psalm 56. Hij zegt in vers 9, en dat gaat dan eigenlijk over David die op de vlucht is voor Saul, en aan de andere kant heeft hij weer het gevaar van de Filistijnen. U hebt mijn omzwervingen geteld, doe mij tranen in uw kruik. Ik bewaar uw tranen, jouw tranen in een kruik. Weet u dat, dat las ik laatst, dat je ook vaak, in Israël is daar ook wel eens de opgraving over gedaan, dat mensen dus een flesje met tranen achterlieten bij de overledene. Heel bijzonder, want God, dat staat ook in dit gedeelte, God kent elke traan die jij gevloeid heeft, die uit jouw ogen gevloeid heeft. Elke traan, en hij slaat ze op in een kruik, hij bewaart ze. En ik denk wel eens ook aan de beker die de Heer Jezus dronk, waar al onze zonde, al ons verdriet, al onze pijn in zat. Zou je eigenlijk ook bijna kunnen zeggen misschien, dat bedenk ik me dan maar, dat daar ook die tranen van ons in zitten. Voor God is geen traan onverspild geweest. Hij kent al ons verdriet. En ooit, als we bij hem mogen verschijnen, zal alles recht gedaan worden. Dan zal die kruik geopend worden en die tranen die zullen vloeien ook weer. Maar dan krijg je van God duidelijkheid en recht en rust. Want geen traan is verspild in Gods ogen. Hoe mooi is dat? En we zitten een beetje in vakantietijd natuurlijk. En ik dacht, is dit een onderwerp voor in vakantietijd? In vakantietijd heb je toch andere dingen aan je hoofd. En toch zie je aan de andere kant ook dat mensen in vakantietijd juist de tijd vinden om hier wel even te zijn. En dat is wat ik deze keer wil delen. Een stukje stil te vinden, om God te leren verstaan en wetende dat al het verdriet, alle pijn die je meemaakt hier, elke traan die vloeit, God kent ze. God kent jou, God kent u. En hij zal eens elke traan rechtvaardigen en je troosten en kracht geven. Ik wens je een fijne dag. Dank je wel. Van morgen, God omgeven.
je steeds, hij is erbij. In je beproevingen en zorgen. God, u bent mijn God. En ik vertrouw op u en zal niet wankelen. Vrede, vorst, verniel. Een vaste geest binnen in mij. Die rust in u alleen. Stil. Mijn ziel, wees stil en dwaal niet af. Dwars door het dan zal hij je leiden. Stil, vertrouw op hem en hef je schild tegen de pijlen van verleiding. God, u bent mijn. Stil en laat nooit los de waarheid die je steeds omarmt.